Hallo, ik ben Maurice. En ik ben Ricardo. Dit is NL Magazine. En dit keer het laatste deel van de aankoop voor een laptop. En we hebben het nu over... het opslag. En we hebben het al eerder gehad over de processor. Ja. De videokaart. En de laatste aflevering hebben we het over het geheugen gehad. En nu willen we eigenlijk eventjes die tussenscheiding gaan maken tussen geheugen, het werkgeheugen waar we het toen over hebben gehad. En nu vandaag het opslaggeheugen. Duidelijk. Nou Ricardo, dit is volgens mij het laatste gedeelte van ons advies voor het aanschaffen van een laptop. Dit is dan deel 4 en dan hebben we het echt over de opslag. Ja, voor de opslag kijk ik zelf liever snelheid boven opslag. Maar ja, ik werk er zo vaak mee. Voor mij is de snelheid heel belangrijk. Voor heel veel mensen is het ook de middenweg zoeken. Zeker als het gaat om opslag, want we hebben namelijk ook, ik weet niet of het je nog bekend is, de SSD. Ja, dat is volgens mij een van onze eerste video's was dat, toch? Dat klopt. Ja. Want zeker de SSD, dit vinden we ook weer terug in de laptop. Ook al bij de aanschaf. Maar er worden nog steeds, de HDD wordt nog steeds verkocht. Ja, dus de harddisk toch? De harddisk. En waarom nog steeds? Ze willen ook weer een klein beetje de prijs drukken. Want SSD blijft toch wel weer een stuk kostbaarder. En wat krijgen we daar nou voor terug? Minder opslag. Oké, en ik heb ook wel eens gehoord, volgens mij, ik weet niet of we dat toen vorige keer ook over hebben gehad, over de kwetsbaarheid. Ja, omdat een laptop, we gebruiken het mobiel, is zo'n SSD, omdat daar geen bewegende onderdelen meer in zitten, is dat veel minder kwetsbaar tegen het stoten en tegen het meedragen. Oké, dus als we dan toch een verstandige aankoop zouden doen, is het eigenlijk verstandig om gelijk voor een SSD-schijf te kiezen? Is wel om die keuze wel te maken. De aanschaf zal wel een stukje hoger zijn dan we misschien ook wel verwachten, misschien wel op dat moment. Maar kijk daar wel naar. En dan mag het niet uitmaken of we nou echt een gamer zijn of dat we dat nou voor huis, tuin en keuken gebruik voor gebruiken. De mensen willen toch wel graag snelheid. Ja, gewoon lekker snel opstarten. En daarnaast dus ook dat hij niet gelijk bij elk tikje gelijk stuk is. Precies. Alleen wat we wel inleveren is... Is echt het opslagcapaciteit. Dat is wel wat we een stukje inleveren. Maar dan zou ik zeggen, neem daarvoor iets van een externe opslag. Ja, het is gewoon een externe harde schijf bijvoorbeeld, die pluggen we erin. Precies. Nou, dat is een duidelijk advies. Mag je weer bedanken? Heel graag gedaan. Mensen, ook weer bedankt voor het kijken. En tot ziens.